Welkom, mijn naam is Lia van Loo van het Buitenlab en ik heet je welkom bij deze 14-daagse natuur als medicijn inspiratie. De eerste. Zoals je ziet zit ik in het bos en als je misschien heel goed luistert, hoor je de vogels om mij heen. We zitten midden in de crisis. Misschien moet je wel thuis blijven omdat je werk, net zoals ik, totaal opgedroogd is. Misschien moet je afscheid nemen van mensen om je heen. Sociale contacten zijn minimaal. Misschien zijn je ouders wel thuis, waardoor je ze, of in een verzorgingshuis die je niet kunt bezoeken. Allerlei dingen die er nu om je heen gebeuren, waar je geen tot nul invloed op hebt, maar waar de meeste mensen wel heel veel last van hebben. En vaak merk je dat bij crisis bij mensen het vaak maar lastig in kan dalen. In het begin is nog een beetje de verre van mijn bedshow. Op een gegeven moment, en dat zie je nu steeds meer indringen, merken mensen van ik heb hier last van. Mensen worden boos, verdrietig en andere mensen vluchten ervoor weg. Gaan gewoon heerlijk nog even langs de bouwmarkt met elkaar in een rij staan of houden lockdown parties. En dat is een neiging om gewoon te vluchten voor hetgene wat er is. Dat komt natuurlijk omdat je niet voor de verandering weg kunt lopen. Er komen echt een aantal dingen op je af die anders zijn. En dat heeft bepaalde invloeden op jou als mens en net zo goed op mij ook, want ook ik heb er last van. Ook ik heb een week achter de rug, of anderhalve week, waarin dingen, waar ik afscheid moet nemen van dingen, waar dingen anders zijn, dat mijn toekomst er in één keer anders uitziet. Mijn hele agenda voor de komende tijd is leeg. Dus dat is schrikken en dat is niet fijn. En dat heeft ook effecten op je lijf. En omdat er vaak geen directe oplossing is, schrikt je lijf daarvan. En je lijf is eigenlijk gemaakt, hè, vroeger als mens, om hard weg te lopen voor de problemen of tegen de problemen op te gaan staan. Maar als je niet weg kunt lopen voor iets, hè, voor de corona kun je niet weglopen. Het is er gewoon, dus je hebt ermee te dealen. Dan heeft de natuur een oplossing bedacht dat die stress dat die in je lijf gaat zitten. Dat die spanning, dat die zich in je lijf ophoopt. En de ene krijgt last van allerlei vage klachten. Weer iemand anders gaat het weer wel nu. Maar de natuur heeft ook oplossingen verzonnen om er anders mee om te gaan. En een van de oplossingen die de natuur heeft verzonnen is je aandacht ergens anders op richten. En daar ga ik je gewoon nu een aantal tips voor geven. Want er kunnen ook allerlei verhalen nu je hoofd op zijn. Nee, het geldt niet voor mij. Of had ik nu maar dit gedaan? Of had ik nog maar even dat gedaan? Of misschien wel verhalen over de toekomst. Mijn bedrijf gaat eraan. Wat als ik straks ziek word? Nou, zowel die verhalen over de toekomst als die verhalen uit het verleden, die helpen je niet. En die worden vooral ingegeven door angst die je voelt. De angst voor het onbekende. En dat snap ik ook heel goed, want die heb ik zelf ook. Wat als ik nu niks vind? Wat als mijn ouders, mijn moeder ziek wordt? Wat als... Bij vragen zul je misschien wel een stukje melancholisch of verdrietig worden. Hij meer naar vroeger krijgen. Was het nog maar zo? Waarom kan het niet anders? En je denkt terug aan al die mooie momenten toen je nog lekker met je collega's op het werk gaat. Toen de kinderen nog naar school gingen. Je wilt gewoon eigenlijk de rust. Niet meer dat gedoe. Of je wordt heel erg verdrietig om alles wat je in de toekomst gaat missen. Ik kan niet meer bij mijn ouders op bezoek. Ik kan niet meer. Nou, vul maar in wat jij op dit moment last van hebt. Ieder gaat daar zo op zijn eigen manier mee om. Je zult misschien ook wel bij vlagen stukjes accepteren en denken van het doet pijn of het is niet leuk. En dat helpt wel. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt de pijn ook minder. En zul je langzaam beginnen te herstellen. Want ook daar is ons lijf, onze natuur op gemaakt. Dus er komt weer ruimte voor iets anders. Er gaat wat nieuws beginnen. En ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is, iedereen kan met de veranderingen en crisis omgaan. Het slechte nieuws is, ja, dat gaat bij de ene persoon iets sneller als de ander. Dan zul je misschien vragen, maar hoe zit dat dan? Nou, daar zijn geen algemene regels voor. Of wat voor soort ben jij, hè, gaat het bij mij wel of niet snel? Dat heeft te maken met een aantal dingen. Dat ligt aan je eerdere ervaringen en aan je veerkracht. Trouwens, het is toch geen goede vraag, hè? Ben ik degene bij wie het goed of slecht gaat? Ben ik die ondernemer die daar wel of niet om gaat? Want dan blijkt uit onderzoek dat als mensen vragen van hoe snel gaat het? Hè, er is onderzoek geweest als je mensen vraagt hoe lang duurt het voordat na een crisis
Zo, dat je over 3 maanden denkt van nou, voel ik me dan nog steeds verdrietig? Dan zegt iedereen ja, dan voel ik me nog steeds verdrietig. Maar als je gaat meten, dan blijkt dat een aantal mensen na 3 maanden toch al een aardige stap de goede richting op heeft gemaakt. Dus daarin blijkt gewoon dat het mogelijk is om daar anders mee om te gaan. En hoe die mensen dat hebben gedaan en wat daarin succesvol is, dat wil ik graag met je delen. Ik kan niet voorspellen hoe lang het bij jou duurt. Ik kan ook niet voorspellen hoe lang het bij mezelf duurt. Ik weet wel dat er een aantal dingen zijn die helpen. En ook al voel je je op het ogenblik heel erg rot of vastzitten of denk je dit wil ik niet meer, hè? Dat is ook waar ik de blog over heb geschreven, dan weet dat het niet voor eeuwig is. Nou, kijk in de natuur, dan zul je zien dat, ook al gaat er een boom om, leven gaat door. In de natuur gebeurt nooit niet iets voor niks. En ik wil je als eerste meegeven, besef dat je alles al in huis hebt. Je hebt echt alles al in huis om te helen, om hiermee om te gaan. Iedereen heeft last hiervan. En als je even kijkt, door de eeuwen heen zijn mensengeneraties gewoon genetisch gegroeid. Door de evolutie hebben we gewoon geleerd om met tegenslagen om te gaan. Je vader, je moeder, alle generaties voor je hebben al zaken meegemaakt. Het is gewoon onderdeel van het leven. Niet alleen voor jou, maar ook voor iedereen ander. Er zijn letterlijk miljoenen liedjes gemaakt over omgaan met verdriet en omgaan met tegenslag. En je lichaam en je geest zijn er ook gewoon op voorbereid. En dat komt ook omdat er 100.000 jaren allerlei mensen al oplossingen hebben gevonden en van generatie naar generatie is doorgegeven wat wel werkt. Zijn er systemen en slimme manieren die de natuur heeft ingebouwd waarop ook jij kunt herstellen. Ja, het doet nou eenmaal pijn als dingen niet gaan zoals je wil. Ja, de toekomst is onzeker en angstig. Maar met je geest heb je daar wel heel veel invloed op. Je hebt namelijk zelf in de hand waar jij je aandacht op richt. Sterker nog, als je te veel aandacht richt op hetgene van dat je pijn doet of waar je last van hebt, te veel piekert, te veel in het verleden of te veel in het heden bent, dan wordt het alleen maar erger. Alles waar jij aandacht aan geeft, dat groeit. Zeker in je hoofd, in je bewustzijn. Je kunt je vooral gaan richten op alles wat er niet meer is. Maar daar wordt het niet minder van. Daar wordt het verdriet, krijgen je ouders niet meer aandacht voor. Daar worden je kinderen worden daar niet vrolijker van. Dat houdt je alleen maar vast in de situatie waar je nu zit. Dat helpt niet. Als je je aandacht op wat anders richt, dan is het verdriet er nog steeds. Maar het wordt er wel. Je merkt het klein stukje minder. Je kunt immers maar een paar dingen tegelijk aan je hoofd denken. Dus een stukje afleiding krijgen in je gedachten, dat helpt. En je zult zien dat vanzelf dan de pijn een stukje naar de achtergrond verdwijnt. En dat bedoel ik niet dat je pijn niet onder het verdriet of de boosheid onder ogen moet zien. Nee, zeker niet. De pijn zal zich bij vlagen zelf nog aan je opdringen. Dat je weer zegt, waarom nou? En hoe moet het dan? En wanneer dan? Maar als dat gebeurt, prima. Laat het gewoon rustig even over je heen komen. En de rest van de tijd kan het helemaal geen kwaad om je tijd op andere dingen te richten. Dingen die je wel gelukkig maken. Dingen die je plezier geven. Of dingen die je deugd doen. En wetenschappelijk is dat ook bewezen dat de pijn niet alleen minder wordt als je je op andere dingen focust. Hij wordt ook daadwerkelijk minder. Dus niet alleen is dat een trucje, maar ook letterlijk ervaar je dat. En bij heftige gebeurtenissen, zaken waar je bang voor bent, dan verkrampt je lichaam. De stresshormonen die gieren door je lijf. En het aanspannen van al die spieren en het aanmaken van die hormonen, dat kost gewoon heel veel energie. En dat put je lijf uit. Dus het is heel begrijpelijk dat je moe bent en niet zoveel zin en energie hebt. Want je hebt ook maar een beperkte hoeveelheid energie. Je kunt die maar 1 keer uitgeven. Maar als jij die energie bewust aan andere dingen schikt, aan positieve zaken, gaat er minder energie naar het opbouwen van die spanning. Je zorgt ervoor dat je daardoor minder ontspannen, dat je zorgt ervoor dat je daardoor minder gespannen bent en ontspannender wordt en ontspannender blijft. Het gevolg is dat je minder angst voelt, minder last hebt van die onzekerheid. Want die onzekerheid en die angst die zetten zich letterlijk vast in je lijf, in een soort kramp. Probeer de emoties die er zijn wel te laten opkomen. Je moet ze niet verstoppen. Net als je een kurk probeert onder water te drukken. Dat kost gewoon heel veel tijd en energie. En uiteindelijk ben je moe en ploep. Dan schiet die 2 keer zo hard naar boven. Dus dat heeft geen zin.
Wat wel zin heeft, is die emotie, hè, neem die kurk maar, om die even te laten dobberen. Dobberen op de levensgolven die er nu zijn. En we zitten nu best wel in een roerige periode. En door het gedobber, als je in de golf, soms is die zichtbaar, soms is die onder water en soms komt die weer boven water. En dat is oké. En emotionele angst en onzekerheid, die komt gewoon ook in golven. En als je op het toppunt van zo'n golf al je spieren aanspant en zegt, dit wil ik niet, dit wil ik niet, dit wil ik niet, komt de klap twee keer zo hard aan. Terwijl als je denkt van, oké, dit is heel heftig, ik vind dit niet leuk, ik heb hier last van, ik laat maar even komen, dan spoelt het als het ware over je heen en heb je er gewoon minder last van. Het gaat dus niet om het ontkennen van je angst of je verdriet, om het te laten zijn. En een hele mooie manier om afleiding te zoeken is in de natuur. Door je aandacht te richten op je lichaam kun je ontdekken waar jij die spanning vastzet. En door je te focussen op natuurelementen kun je je hoofd afleiden. En daarnaast is de natuur ook nog eens een keer gewoon letterlijk een hele gezonde invloed op je lijf. Het feit dat je buiten bent, het feit dat je in de natuur bent, dat verlaagt per definitie al stresshormonen. En dat maakt al dat je gewoon je een stuk plezieriger voelt. Want ons lijf is nu eenmaal afgestemd op die natuur. Dus de eerste oefening die ik jou wil geven. En dat is zoek een fijne plek in de natuur. Zoals ik hier in het bos. Ik zit in een soort kommetje. Ik zal je een beetje laten zien. Zo. Een fijne plek in het bos waar je prettig zit. Of ligt. Kunnen we straks niet meer naar buiten, wat ook kunt, kun je ook een fijne plek zoeken in je tuin of op je balkon. En als we straks helemaal binnen moeten, zoek een fijne plek in je huis. Daarbij wil ik je vragen om gewoon eens even een paar keer diep in te ademen en uit te blazen. Al een hele simpele oefening. Om spanning af te voeren en je beter te voelen. En daarna wil ik je vragen om eens, als je zit, met je aandacht naar je tenen te gaan. En te kijken, voel je je tenen op de vloer? Voel je je grote teen, kleine teen? Voel je kuiten? Bovenbenen. Voel je billen op de stoel als je zit of waar je dan ook op zit. Voel je onderrug. Is die strak of gespannen of pijnlijk? Gaan we langzaam omhoog. Voel je schouders, heb je ze omhoog, probeer ze dan een stukje te laten zakken. Hoe voelt je hoofd, je nek? Draai maar eens een keer van links naar rechts, van boven naar beneden. Zit er veel of weinig spanning? En je handen, heb je ze als vuist, ontspan ze. Je gezicht, maar er is een paar grimassen, er is toch niemand die je ziet, want je zit alleen thuis. En probeer eens een paar keer diep door je neus in te ademen. Misschien ruik je bepaalde dingen, het frisse groen, bepaalde bloemengeur. Luister eens wat je hoort. Het ruisen van de wind. Vogels. Kijk eens rustig om je heen. Wat zie je?
kleuren groen. Zie je bepaalde bloemen, vogels. Wat voel je? Voel je de zon op je gezicht of de wind? Voel je in je lijf bepaalde zaken? Door deze oefening gewoon zo te doen, probeer nu eens alles tegelijk te voelen. Waar in je lijf zit spanning? En op het moment dat je daar een spanning voelt, kun je proberen te verzinnen dat daar op die plek een luikje open gaat. En de spanning gewoon lekker weglaat. Dat je die lekker weg laat voelen. Het helpt soms ook om even goed met je aandacht naar die plek te gaan. En een paar keer diep te ademhalen. Als je spanning hebt in je rug. Ademhalen naar je rug. Of ademhalen naar je vuist als je gespannen hebt. Of je schouders of je nek. Of je hoofd als je hoofdpijn hebt. En op die manier kun je op een hele simpele manier van top tot teen eens voelen waar de spanning zit in je lijf. En mijn ervaring is, deze oefening doe ik vaker met mijn klanten, dat je hierdoor gewoon een stukje weer voelt waar zit spanning. Hoe kan ik die ontspannen? En ten tweede dat je weer door deze oefening gewoon tot rust komt. Je zet in feite je piekerhoofd even stil. En daardoor kun je weer wat rustiger en met meer ontspanning en inspiratie de dag tegemoet gaan. Dat was het voor vandaag, de eerste. Ik hoop dat je hier inspiratie uit ophaalt en dat je oefening doet. Heb je nog vragen over de oefening of heb je nog opmerkingen, dan hoor ik het graag in de reacties hieronder. Heb je nog andere zaken die je wilt of bepaalde zaken waar jij tegenaan loopt die je graag behandeld wilt hebben, dan hoor ik dat graag. Voor nu bedankt voor het kijken en heel veel succes. Tot ziens!